Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Arnhem, provincie Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wat valt er nog te ontdekken als iedere vierkante meter al in kaart is gebracht? Ik ben Hans Jungerius, ontdekkingsreiziger. Ik neem je mee naar het recent Gelders verleden, ons erfgoed van de toekomst, waar je dagelijks straal aan voorbij gaat. In de 20e eeuw is ons hele landschap flink overhoop gehaald. En nergens is dat zo ingrijpend gebeurd als tussen Tiel en Gorkum. De zonnige toekomst die we voor ogen hadden, is echter nooit aangebroken. Toen het eenmaal klaar was, kon de boel opnieuw op de schop. Langs de A15 is dit prachtig te zien. Ja, dat is jammer dat het hek dicht zit. We staan hier bij de achterste molen van Hellouw, zoals die heet. Direct langs de A15 en de Betuwelijn. En als kind, als ik met mijn ouders van Doetinchem naar familie op bezoek ging in Rotterdam, dan reden we over deze snelweg en dan viel me altijd al die molen op. Het ding wat bijna een beetje zielig op de vluchtstrook staat. En pas jaren later, toen reed ik zelf een keer op een zomeravond naar Rotterdam en het was een beetje laagstaand licht. En dan zat ik, normaal zijn die snelwegen gewoon door het bestaande landschap heen gelegd of eroverheen gelegd. Maar dit is allemaal in één keer aan de tekentafel ontworpen. De snelweg, de lanen met populieren, dat soort bossages. Alles is gewoon in één keer bedacht en aangelegd. Fietsroutenetwerk Rivierenland. Ja, vrije tijd, pret en plezier op het moderne platteland. In dat totaalplan zaten ook de zogenaamde boerderijstraten. Nieuw aangelegde wegen met boerderijen strak in het gelid. Boerderijen moesten verplaatst worden van de rivierdijken naar het vroeger zo modderige land. Prachtig voorbeeld van een rustieke boerderij en karakteristiek voor de tijd van de ruilverkavelingen eind jaren 50, begin jaren 60. Alles voor de moderne landbouw. Maar dat niet alleen, ook voor een modern huishouden. Want parallel aan het helemaal opnieuw inrichten van dit landschap gingen ook adviseuses van de Plattelandsvrouwenvereniging de huishoudens af om uit te leggen dat je beter niet meer in de stal naast de koe op een petroleumstel kon koken, maar natuurlijk in je moderne, lichte en heldere keuken op een fatsoenlijk gasfornuis. En dit is niet de enige boerderij. Er zijn er namelijk tientallen hier gebouwd, boerderijstraten met om een paar honderd meter identieke boerderijen zoals deze. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Ja, in 1966 trokken mijn vader en moeder met twee kinderen de lege polder in en daar was helemaal nog niets. Ja, ik was nog te jong om me eigen echt pionier te voelen, maar je voelde wel aan je vader en moeder dat het spannend was om toch die grote verhuizing te maken. Ik kreeg een nieuw land met rechte stukken en rechte sloten. En dat alle land rond de boerderij lag. En dat was natuurlijk ideaal, want je hoefde niet meer met de koeien een eind van de ene kamp naar de andere kamp te brengen. Verbruggen noemden we dat. He spoke to me with a voice so sweet. I thought I heard the shuffle of angels feet. Het was natuurlijk een hele nieuwe boerderij met voor toen de tijd moderne apparatuur en anders boeren als dat mijn vader gewend was. Mijn ouders vonden wel fijn dat het werk makkelijker ging. Dat was toch wel heel belangrijk. En je had nog wel sociale contact. Het was niet zo dat je gelijk helemaal niet meer zoals tegenwoordig iedereen helemaal op zichzelf was. Maar het was wel het begin van het tijdperk dat iedereen meer voor zichzelf boer werd. Ik heb meegemaakt dat al die boompjes geploot werden en dat het Lingerbos geopend werd door prinses Beatrix toen de tijd en prins Klaus. En toen hebben wij als schooljeugd nog achter de koets aangehold. Dat weet ik nog van vroeger.
Eigenlijk is de polder van vroeger al niet meer de polder zoals mijn vader en moeder met ons er naartoe trokken. Zijn boerderijen die hebben een andere bestemming gekregen, dus die past ergens ook niet meer zo in de polder. Dus eigenlijk heb je na 50 jaar weer een nieuwe ruilverkaveling nodig, dat alle boeren weer het land rondom de deur krijgen. Mijn schoonzoon is op de boerderij gekomen en het bedrijf was niet groot genoeg om van twee gezinnen gaan te leven. Dus toen zijn we een kaasboerderij bij begonnen en zijn we kaas gaan maken. En zodoende kunnen we dan als boeren het hoofd boven water houden. Als de tijd over de jonge kaas heen gaat, dan wordt het vanzelf oude kaas. En als de tijd over een jong boompje heen gaat, wordt het vanzelf een bos. Ja, het Linge bos, aangepoot, bomen zijn groot, het zijn er veel. Dus nu is het een bos, nu is het natuur, maar het is ook al iets anders geworden. Want hier lag een hele strakke geometrische vormgeven speelvijver. En nu is het speelbos de kleine waterlinie geworden. Met een soort verdedigingswerk. En voor de extra beleving van de defensiewerken staat er ook nog een houten kanon. Gekkigheid. Nou, wat dus ooit een hele geometrische en een beetje seksloze speelvijver was, dat is nu dus lekker beleefbaar gemaakt. Zodat je met water, met de elementen kunt spelen als kind of als volwassene. Kijk. Spectaculair. Dit was dus de voormalige speelvijver, het pierenbad met lekkere flauwe oevers, ligweides en bossages. Nou, dat was op een gegeven moment natuurlijk niet alleen voor de mensen te saai, maar ook voor de dieren. En daarom is er nu natuur van gemaakt met mooie glooiende oevers. Verdamme pestilent moeras, muggen, malaria. Waar mijn oog net opvalt, wat bedoeld was als pierenbad, als zwemvijver, is nu natuur. En nu is het niet meer de bedoeling dat je hier nog zwemt. Niet zwemmen. Vlak naast het speelbos ligt een plas die nog niet ten prooi is gevallen aan de natuur. Hier mag je nog gewoon zwemmen. Als je dat tenminste niet te saai vindt zonder wildwaterbanen of plastic palmbomen. Ja, dit soort plekken voldoen steeds minder natuurlijk aan de eisen van de huidige vrije tijdsmensen. En dat wordt nergens zo goed eigenlijk door geïllustreerd als die betonnen pingpongtafel. En die zie je ook in jaren 70 nieuwbouwwijken staan. Maar je ziet nooit meer iemand tafeltennis. Hooguit wordt er net voor oud en nieuw nog vuurwerk op afgestoken. Maar tafeltennissen homer. Het is allemaal toch een beetje sleets. De D ontbreekt ook van de vogelkop. Nu alsof de heer E. Vogelkop hier gehuisvest is. Op de parkeerplaats van het Lingebos staat een geweldig kunstwerk dat eigenlijk die hele ontwikkeling van de Tielerwaard illustreert. Aan de linkerkant zie je het donkere, oude land in sombere kleuren, scheefgezakte boerderijtjes. In het midden de zandzuiger die de plas van het Lingebos heeft gegraven en waarmee snelwegknooppunt Deil is aangelegd. En rechts in frisse kleuren de jeugd, blije spelende kinderen in het water die de toekomst aankondigen. Maar die toekomst is na 50 jaar inmiddels ook voorbij. En dat geldt misschien wel het meest voor de Staatsbosbeheercamping die aan de overkant lag. Want gewoon in een tent slapen, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Dus nu kun je jezelf een tijdelijk nieuw leven aanmeten. Als indiaan bijvoorbeeld, door in een wigwam te gaan slapen of in een Duitse brandweerwagen. En daarmee ontsnap je even helemaal aan die sleur van alle dag. En waan je je even helemaal ergens anders, midden in de natuur misschien, met de A15 op de achtergrond. Deze camping is natuurlijk gewoon super hip. Laten we wel wezen. Dat klopt ook. Maar ja, het is ook gewoon heel gezellig.
als ik hier het water in loop en ik zwem weg, dat vind ik zo lekker. Dat geeft mij het gevoel dat ik vrij ben. Als ik kijk wie er hier naar deze plek komen, zijn dat gemiddeld hoogopgeleide, goed bemiddelde new school hippies. Mensen die verbonden willen zijn met de relaxedheid, met de elementen uit de vorige eeuw en ook met de natuur. Maar wel graag op een manier dat het ook een bepaalde luxe geeft. Mijn zoons die zijn 10 en 12 en die gaan nog steeds ontzettend graag mee hier naartoe. Vinden dit een hele fijne plek. Er is echt heel veel te doen voor hun. Ja, weet je, ze willen af en toe heus wel op de telefoon. Maar die zijn ze hier ook wel gauw vergeten. Als je maar lang genoeg blijft zeggen dat het niet de bedoeling is dat we dat hier doen. De lieve poes. Het is heerlijk om je eigen water te halen. En dat je ook gewoon zoveel water mee kunt nemen als dat je kunt dragen. Dat is ook wel een element, vind ik, als ja, de kinderen dat doen. Dan komen ze erachter hoe zwaar dat is. Oh, het is weer op. Oké. Nou, ga maar halen. Ja, dat hebben we thuis niet. En ook dat je vuur kan maken. Vuur is magisch. Daar kan je eindeloos naar kijken. Tenminste, ik wel. De elementen van water en vuur zijn misschien wel hetgeen wat ik ergens zoek. Ik kan eigenlijk iedere dag, of het nou koud of warm is, niet wachten tot ik dan lekker kan zwemmen. Doe ik mijn slippers uit, stap ik het water in en is het ontzettend lekker om in één keer door te lopen, dat water door, lekker te gaan zwemmen. Ik heb het rust in mijn hoofd. Dat als ik hier eraf loop, dat ik het bos in ga, dat is waar het voor mij dan eigenlijk om gaat. En als ik hier ben, hoef ik nergens heen. Het liefst niet. Nog geen kilometer verderop bevindt zich de habitat van een hele andere soort vrije tijdsmens. Een vrije tijdsmens die zich het meest senang voelt in de exclusieve omgeving van de meest exclusieve golfclub van Nederland. Ik mag er niet op, uiteraard, want ik ben geen lid. En dat is jammer, want anders zou ik daar binnen in het Victoriaanse Schotse clubhuis, zoals de website vermeldt, even fijn iets kunnen gaan drinken. En het clubhuis is een collage van de fraaiste Schotse clubhuizen. De huidige vorm van golf vindt zijn oorsprong in Schotland. En met de moed der wanhoop is getracht dit authentieke Schotse karakter in de Tielerwaard na te bootsen. Ja, wat grappig is, die Schotse clubs waar het golfen begonnen is, die liggen aan de kust. En ze hebben hier dus ook een soort duinlandschap weten te maken. En dat op een plek waar natuurlijk 50 jaar geleden alles op de schop is gegaan voor de moderne landbouw. En wat heel strak en recht verkaveld was. En nu heel pokdalig met roedeltjes golfers die als een soort reetjes door de duinen rennen. Prachtig. Aan de rand van de golfbaan is een nieuw landgoed verrezen. Een initiatief van iemand die dacht, ik pik een graantje mee van die exclusieve golfclub. Dus die heeft op de moderne landbouwgrond van destijds een nieuw landgoed laten verrijzen met een landhuis. Spikastede staat er op het hek. Die jonge boompjes zo ingeplant. Het heeft een beetje een soort polderallure. Ja, ik vind er weinig statigs aan voor een landgoed eigenlijk. Het bevat dit nieuwe landhuis 6 appartementen. Zijn nog te koop voor 1,2 miljoen.
Maar daarvoor krijg je dan ook een butler service, zodat je toch een beetje ander leven aan kan meten. Een andere lifestyle, een exclusieve lifestyle, wat natuurlijk aansluit bij de naburige golfclub. Maar ook een zwembad, een parkeergarage, wellness, gastenverblijven. Alles zit er, maar het heeft toch iets spookies, iets darkness, duisternis hangt er een beetje overheen. En het staat dus helemaal leeg. En misschien heeft dat ook wat te maken met dat wat kinderachtige jargon waarmee het aan de man wordt gebracht. Dat staten. Wat ook iets heeft van dat je, wat in de vastgoedwereld noemen ze ook iets, niet huis, maar huis. Met YSCH. En dat, ja, misschien voelt dat ook niet lekker. Gekkigheid. Volgende week in Straal Voorbij, wat krom was, werd recht. Het normaliseren van de beken en rivieren. Er is in ieder geval iets aan water nog, maar het is helemaal aan het verlanden en dichtgegroeid. Maar... Ja, er wordt helemaal niks. Bramen, netels. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Arnhem, provincie Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds.